iedereen, welkom terug bij een nieuwe Minecraft video. Want het is al een tijdje geleden dat ik nog een Minecraft video heb gemaakt. Maar dat komt natuurlijk ook wel omdat ik heel veel werk eerst moet verrichten. Vooraleer ik eigenlijk feitelijk iets kan doen op Skyblock. Want we zijn natuurlijk nog altijd op de Hobblecraft server. Daar gaan we natuurlijk op blijven spelen. En het zit natuurlijk zo dat er... Op Skyblock, je moet eerst heel veel blokjes inzamelen, je eiland volledig uitbreiden. Vooraleer dat je eigenlijk echt dingen gaat kunnen maken en zo. Natuurlijk, ik probeer mijn uiterste best om dat allemaal zo snel mogelijk te doen. Je hoort het misschien wel aan mijn stem nog. Ik ben nog een beetje ziek. Ik ben ook de afgelopen 2 dagen redelijk ziek geweest. Maar ja, goed, dat houdt me natuurlijk niet tegen. Wat is er natuurlijk nog veranderd? Dat horen jullie misschien ook. Ik heb namelijk een nieuwe microfoon gekocht. Jawel. Eentje dat normaal gezien ervoor zal zorgen dat de klank, mijn stem die ik opneem, dat veel helderder, veel beter zou moeten zijn. Ik hoop dat dat ook zo is. Ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren, dat het geluid beter is nu. Want daarvoor nam ik mijn geluid gewoon op via de microfoon van mijn headset. En dat heeft nu zijn eigen microfoon, een volwaardige mic met een moesje erover getrokken en een staander. Gewoon, ja, voor natuurlijk betere videokwaliteit natuurlijk en ja, klank. Hè. Want dat is natuurlijk ook wel wat ik heel graag wil doen. Betere, mijn video's wil ik, de kwaliteit ervan wil ik beter maken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus daar ga ik zeker ook wel aan werken. En bij deze dus een nieuwe microfoon. En hopelijk is die ook goed. Nu dat gezegd zijnde. Ik heb wel een aantal dingen gedaan op Skyblock. En daar heb ik ook wel heel veel werk in gestoken. Ik heb ondertussen natuurlijk ook wel wat hulp ingeroepen van mijn vrouwtje en mijn zoon. Die zijn natuurlijk ook op deze Skyblock aan het spelen. En die hebben mij wat geholpen met organiseren en blokken inzamelen. En we zullen zo dadelijk wel eens kijken wat het allemaal heeft opgeleverd. Nu, het gaat lijken alsof het niet zo heel veel is. Maar geloof mij, we hebben hier 2 dagen aan gewerkt. Jawel, inderdaad. Natuurlijk heb ik niet 2 dagen 24 uur aan een stuk gespeeld. Er zijn ook nog wel andere dingen in het leven die je moet doen. En trouwens heb ik natuurlijk ook nog een andere serie lopen, namelijk die van Ark Survival. Als je wilt, dan kun je natuurlijk ook naar kijken, Ark Survival Evolved. Daar zal ik een pop-up rechts van het beeld, een kaartje laten komen. Daar kan je op klikken, dan kan je naar mijn Ark Survival Evolved series kijken. Daar ben je natuurlijk ook mee bezig. Nu, die serie heeft iets minder voorbereiding nodig dan de Minecraft serie. Daar heb ik eigenlijk wel redelijk wat voorbereiding voor nodig vooraleer ik een video kan maken. Oké, dat gezegd zijnde, zullen we eens kijken wat er allemaal is veranderd. Natuurlijk, het eiland is al een stuk uitgebreid. En op zich lijkt dat misschien niet veel. Ik weet, het lijkt niet veel. Kijk, dit hebben we al. Allemaal slabs. Natuurlijk, daar moeten er ook nog blokjes op komen. Hè. Maar dit stuk hebben we al volgezet. En daar lopen schapen om een of andere reden. Geen idee. Ja, kijk. En tot gisterachter, daar waar de lijn loopt, tot daar moet ook opgevuld worden. En dan nog helemaal die andere kant ook. Maar dat zijn eigenlijk wel best wel heel veel blokjes. En de vorige keer hadden we nog een eiland level van 500 nog iets, geen idee. En als we nu gaan kijken, is ons eiland level al een stuk hoger. Even de juiste command intypen. 781, en dat wil natuurlijk zeggen, 781, wat wil dat namelijk zeggen? Vanaf 777 zijn we een leveltje hoger. En kijk, je zag het. En je ziet hier voor onze neus gewoon staan een iron ore blok. Jawel. Vanaf nu spant er dus ook iron ore in onze generator. Heel leuk natuurlijk. Dan kunnen wij gewoon ijzer gaan minen.
En dat levert dan ook wel weer meer mining skill punten op. Iedere keer als je kool of mine, of kool of iron mined, zo. Ik moet even op mijn horen komen. Als je kool of iron mined, dan gaat je Minecraft MMO mining skill ook weer sneller vooruit. We kunnen even gaan kijken. Ik heb redelijk wat ores al gemined. 38 zoals je ziet. Geen XP-bolletjes? Nee, oké. Okay. Ja. Mijn stem is nog niet helemaal optimaal, maar ik doe mijn best. Wat is er natuurlijk nog bijgekomen? Ik heb namelijk nog een villager genezen, gecured van de... het was dus een zombie villager. Heb ik dus gecured. Gecured. En dat is een mason geworden. Nou ligt hij wel even te slapen. En ik denk niet dat ik... Ja, toch wel. Kijk. Dus wat doet hij? Ik kan hier mijn emeralds omruilen voor bricks. Wat ook super cool is. Ik kan ook klei omwisselen naar emerald. En je zou zeggen van ja, 4 is eigenlijk 4 bricks. Dus eigenlijk, als ik challenges doe en ik ruil mijn klei om naar emerald. Want als ik die dan eigenlijk toch zou willen smelten in bricks, kan ik ze beter omruilen naar emerald. En die emeralds omruilen voor bricks. Krijg ik veel meer voor terug natuurlijk. En ik moet ze niet smelten. Maar dat is zeker wel leuk. Want we gaan ook deze stenen gebruiken. De bricks. Ik heb al gekeken. Deze leveren 5 punten op per blok. En je zou zeggen dat is misschien niet veel. Maar dat is eigenlijk best wel veel. 5 punten. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Natuurlijk is er niet zoveel gelijk diamond. Staat hier diamond? Diamond. Want diamond levert namelijk 30 punten op. Maar ja, in principe is diamond ook wel minder gemakkelijk verkrijgbaar dan bricks. Maar, en diamond is natuurlijk niet zo'n mooie blok om mee te bouwen. En bricks absoluut wel. Dus we gaan daar sowieso mee bouwen. Wanneer, dat weet ik niet. Ik moet daar eerst natuurlijk een ton van gaan inzamelen, uiteraard. Wat kunnen we nog allemaal traden bij dit manneke wat interessant is? Misschien de polished diorite. Diorite, de brown glazed terracotta, gewoon ook black terracotta, dat is ook heel interessant. Maar wat nog interessanter is natuurlijk, is dit blok of quartz. Elk emerald kunnen we omruilen voor een blok of quartz, dat is ook goed, dat is heel leuk. Ik bouw eigenlijk heel graag met quartz, vind dat een mooie witte blok. Dat is eigenlijk niet zo wit-wit, maar dan zo gebroken wit, maar dat is eigenlijk toch wel redelijk. Ja, het is toch een mooie blok, vind ik eigenlijk. En nou ja, sowieso. Daar gaan we dan ook veel van omruilen. We hebben nog altijd onze andere villetjes hier. En hier heeft ook heel even een villager gezeten. Ik had er een daaruit gehaald. Ik had iets omgetoverd, genezen. Maar dat werd dus een nitwit. Eigenlijk, om kort te zeggen, een niksnut. Een groene, een filter met een groen kleedje aan. En daar kan je eigenlijk niks mee doen. Die treedt niks. Dat is gewoon een niks nut. Gewoon, en die heb ik dan gewoon de afgrond ingeduwd. Voilà. Zo simpel is dat. Wat hebben we dus hier allemaal gedaan? Samen met mijn vrouw heb ik natuurlijk hier wat allerlei dingen verricht. We hebben gesorteerd. Zij heeft hoofdzakelijk de sorteerdingen gedaan. Ik heb dan de storage room geüpgrade, zoals je ziet. Ik heb overal van die item frames hangen. En nu kunnen we natuurlijk zien wat er in elke kist zit in plaats van zo'n bordje. Nu, ik heb nog niet genoeg item frames natuurlijk. Want je ziet, hier hangen nog wel houten bordjes. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik hier dus mijn hout heb. En alles wat van hout wordt gemaakt. Bone meal, mushroom en planten en zo, dat zit hier ook in. Ik vond dat eigenlijk wel samenpassen. Dan hebben we een volgende room. Kijk, die moet ik ook nog afwerken. Hier zitten dan alle soorten stenen en steenachtige blokken.
Ja, hier, deze zou ik natuurlijk ook allemaal kunnen vervangen met van die item frames. Dat zou wel super leuk zijn, maar dan heb ik natuurlijk wat leather nodig. En leather heb ik momenteel nog niet meer genoeg in voorraad. Nu komt natuurlijk het leuke, het bovenste gedeelte. Ik heb namelijk mijn armors, mijn shiny diamond enchanted armor heb ik hier gehangen. En dan, ik heb hier natuurlijk chainmail stukken ofwel getraind ofwel gevonden. Het kan goed zijn dat deze head bijna kapot is. Zie, deze is bijna stuk. Maar als je dat zo ophangt, dan zie je dat absoluut niet. Dus ja, het is mooi om het, te hebben zien staan. Zeker met deze texture pack is het eigenlijk al best wel mooi. En ja, dit is het ook al een beetje veranderd. Ik had hier eerst 4 van die barrels staan. Dat is nou 2 geworden. Ik heb ook deze storage allemaal verbeterd. Sorry. Zoals ik al zei, ik ben nog niet helemaal genezen. Maar ik doe mijn best. Dus ja, je ziet, hier heb ik dus mijn ijzer zitten. Met mijn ijzer voorlopig genoeg. Mijn goud. Daar hebben we nog niet zo heel veel van. Maar dat komt wel goed. En ja, natuurlijk onze kwarts. Hebben we hier onze lapis lazuli zitten. Heb ik nog 2 kisten. Waar ik nog niet weet wat ik daarin ga steken. En dan onze aquatic stuff. Dan hebben we natuurlijk hier ook nog. En ik heb natuurlijk een aantal van die ruimtes veranderd. Want oorspronkelijk stonden er allemaal kisten gewoon in. Maar ik ben dus overgeschakeld naar barrels. Want eigenlijk vind ik dat handiger. En het is mooi weggewerkt ook. Ik heb hier wel bordjes gehangen. Eigenlijk ter herinnering aan mezelf. Eigenlijk wat ik hierin wilde steken. Zodat ik achteraf niet kom te staan van. Oei, waarom moet ik dit nou steken? Dus mijn vlees en vis komt natuurlijk hier. En hier komt dan mijn leather in. Ik heb nog wel 8 stukken. Dus ja, dat is de storage room. Deze is ook een beetje aangepast. Ik heb mijn... Hier staan natuurlijk wel nog kisten. Die ga ik voorlopig laten staan. Want hier ga ik dan gewoon mijn potions in steken. Die klaar zijn. Hier staan gewoon waterflesjes in. Is dan al klaar om te brewen. Mijn... En dit vind ik dus ook een super mooie steen. Hè? Die red nether bricks. Zeker met de texture pack. En in combinatie met die kwartsblokken. Ik denk als ik daar... Dan kan ik wel een hele mooie ruimte mee maken. Kijk die vloer. Dat is gewoon geweldig. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ik vind die vloer gewoon geweldig. Dat is... Super mooie blokken. Rood en wit. Het is niet zo... Het is niet echt rood-rood. Het is zo... Ja... Bloedrood. Zou ik kunnen zeggen. Ja, ik vind hem wel mooi. Dan komen hier nog wat brewing mats allemaal in te steken. Eigenlijk, dat is wat ik hier allemaal ga steken. Hier komt ook redstone. Dat we... Hier komt natuurlijk niet alle redstone, maar hier komt een deel natuurlijk. Hè. Natuurlijk, die kist is nog leeg. Of de barrel dan, die is nog volledig leeg. Ik ga natuurlijk wel in afloop van de komende weken, zal ik het maar zeggen, ga ik natuurlijk wel resources inzamelen. Onder andere redstone. Ik heb toch namelijk een mannetje waarmee ik redstone kan krijgen. Ja, hier is nog niet veel veranderd. Ik heb wel wat boeken geënchant ondertussen. De meeste zijn wel low level stuff. Die je wel kunt combineren met elkaar. Om een hoger level te krijgen. Dat zijn hogere levels. Sommige van die boeken heb ik gekregen door items te salvagen. Je hebt een kans dat je een boekje terugkrijgt. Ja, hier komen dan mijn diamond tools. En aan deze kant ga ik de armor zetten. Denk ik. Ja, en ik denk van alleen diamond. Want waarom zou ik iron en gold bijhouden? Aangezien dat diamond het beste is. Dus ja.
alles wat iron en gold en leather is, dat wordt gewoon meteen gesalvaged. Al wat ik niet kan salvagen, dat komt gewoon voorlopig hier in de kist. Gelijk die chainmail leggings, ik kan dat niet salvagen. Het enige wat ik kan doen is dat smelten. Dus ja, dan wordt het maar gewoon gesmolten. Kijk, ik kan een boog gebruiken als smeltmiddel, denk ik. Gaat dat? Ja, dat gaat. Kijk, afla. We laten het gewoon lekker smelten. Krijgen we maar één iron nugget van. Ja, who cares. Hè? Dat is beter dan niks. We kunnen deze nuggets al meteen wegsteken. Voilà, ze. Nuggets. Ja, dat is het eigenlijk al zo. Een beetje voor hier in de storage room. Hier heb ik nog niks gedaan. Maar ja, hier staat mijn bed voor als ik zou willen slapen. Maar we zijn momenteel niet alleen op de server. Dus kunnen we niet gaan slapen zelf als het nacht is. En mijn eiland is nog altijd helemaal vergeven van de katten. Kijk, het zijn allemaal wilde katten. Ik had er wel iets op moeten vinden, zodat die ergens op een bepaalde plek spawnen. Dat ik ze kan inzamelen en farmen ook. Ja, hier heb ik mijn korrel gestoken. Dat krijgt misschien ook wel zijn eigen plekje nog, maar voorlopig heb ik het hierin gestoken. En in deze kleine ruimte steek ik dan al mijn redstone stuff. Kijk, zoals je ziet. Hier heb ik nog redstone ore. Ja, en daar is het eigenlijk zo'n beetje. Ja. Voor de rest heb ik nog niet zo bijzonders gedaan. Hetgeen wat ik wel nog heb gedaan is een muurtje gezet van diamant. En dat was eigenlijk bewust gedaan voor mijn eiland level kunstmatig een beetje omhoog te krijgen. Zodat ik al iron ore kan krijgen in mijn gen. Ja, dit ben ik eigenlijk ook aan het afbreken. Dus dit gaat ook volledig weg hier. En dan gaat het gewoon mooi weggewerkt worden. Eens zien wat kunnen we nog. Ik heb hier eigenlijk ook nog een nether fort staan. Ik weet nog niet goed wat ik hiermee ga doen. Misschien... Ja, ik weet niet wat ik hiermee ga doen. Ik heb dit eigenlijk gewoon vooral gebouwd voor die challenge en voor mijn nether wars natuurlijk. Maar het kan goed zijn dat ik dit ook wel weer ga afbreken en toch iets anders ga maken. Geen idee. Ja. We hebben dan onze bomenfarm hier nog altijd. Ja, voor de rest heb ik hier niet veel bijzonders. We gaan nog even een worteltje moeten eten. Ja, ik heb nog altijd de luxe om gouden worteltjes te kunnen eten. Vind ik nog wel het beste. Kijk, dit is wat ik al heb gedaan. Helemaal naar daar uitgebreid tot op het maximum. En naar daar is toch niet het maximum, dacht ik. Nee, nog niet. Ja, en dat is eigenlijk wat ik de komende dagen nog zal doen. Dus mijn eiland uitbreiden, dat is... ja, geloof mij, je zal denken, oh, maar als je zo 2-3 stacks hebt... Maar geloof mij, zo 1 stack 64 cobblestone, dat is misschien zo 1 blokje breed. En de hele lengte, en dan is het op. En ik heb misschien zo 100 stacks nodig om heel dit stuk op te vullen. En dat is behoorlijk veel. Dat is niet dat dat op 1, 2, 3 allemaal ingezameld is natuurlijk. Dat is wel behoorlijk veel. Wat ik wel gemakkelijk kan inzamelen is brandstof ondertussen of hout. Doen we namelijk zo. Voilà. En we hebben 4 grote spruce bomen geveld. Kijk eens al dat hout. Lekker toch. En natuurlijk nooit niet vergeten om onze boompjes terug te planten, heel belangrijk. Dan kan dat opnieuw blijven groeien. Zo. En dit is mijn nieuwe vissenbak. Ik ga ook die bak dat daar hangt. Die ga ik afbreken. Maar ik heb nog wel mijn YouTube lampje niet aanstaan blijkbaar. Dat zou nu eigenlijk toch wel te laat zijn, maar goed. Dat wordt mijn nieuwe visbak, waar ik ga vissen.
Maar ik ga hier ook mijn kelp in plaatsen, want deze bak is ook wat groter. Ik denk toch dat ik hier kelp ga in plaatsen. Maar ja, hier zwemmen dus ook wel vissen in. Ook die pufferfish zwemmen hier in. Dus misschien toch beter een bakje hier langs maken. Van diezelfde grootte. En een gewone ocean, deep ocean biome. Ik wil eigenlijk geen pufferfish in die bak hebben. En, want ja, als je, die valt nu aan. Hè? Of ja, als je er dichtbij komt toch. Maar die bak daar, die gaat sowieso weg. Die wil ik daar niet meer. Ik ga sowieso Ginter uitbreiden met gras, denk ik. Ofwel ga ik dat ook wel verplaatsen. Ik weet nog niet zeker wat ik allemaal ga doen. Er moet nog veel gedaan worden, je ziet. Hè? Als we hier nu staan, dan zie je eigenlijk dit stuk. Heb ik volledig kunnen opvullen. En hier ben ik nog aan bezig. Dus dat is nog een heel groot stuk. Dan dat daar nog. En dan nog heel die andere kant. Ja, dat is dus waar ik mij de komende weken mee ga bezighouden. Dat is natuurlijk niet op vandaag en morgen gedaan. Dus ja, mijn excuses hiervoor. Als het een beetje langer duurt voor de nieuwe Minecraft video te plaatsen. Maar dat komt wel goed. Er is progress, sowieso. Al zal het een beetje langer duren. Dus ja, en ja, sowieso, als jullie nog niet hebben geabonneerd, is het misschien nu het moment om toch even te overwegen om te abonneren. Dat kan je natuurlijk ook doen op het icoontje dat rechts van beeld is. En ook op het einde van de video komt er nog een grotere abonneer-icoontje links op het scherm. Daar zal ik zeker op klikken. Waarom? Dan zien jullie ook op tijd wanneer ik nieuwe video's maak. En ja, sowieso ga ik proberen om elke keer die om 16 uur te plaatsen. Wat ik tegenwoordig ook wel veel doe, is een extra video plaatsen om 17 uur. Als ik tijd heb, dan maak ik twee video's. Als ik minder tijd heb, maak ik maar één video. Maar ik ga het toch proberen om op regelmatige tijdstippen, misschien wel op den duur elke dag, geen idee, maar ik ga het toch proberen. Maar sowieso minstens om de twee dagen één video op zijn minst. En sowieso het tijdstip van 16 uur ga ik ook proberen te halen natuurlijk. Maar in een geval dat jullie nog niet hebben geabonneerd, dat doe ik zeker doen. En ook mijn video's liken. Daar zou ik super blij mee zijn. En abonneren, dat kost ook niks. Hè. Dat kost geen geld. Gewoon klikken op dat knopje en er is niks aan de hand. Maar daarmee steunen jullie mij wel. En dat vind ik heel fijn als jullie dat zouden doen. En je mag natuurlijk ook altijd in de comments feedback plaatsen. Wat je goed vond, wat je niet goed vond. Wat je vindt, of suggesties van ja, kan je misschien dit doen of dat doen. Dat mag altijd. Zeker doen. Dat wil ik ook graag dat jullie dat doen. Dus dan zie ik jullie bij de volgende video. En bij deze gaat dan deze video afsluiten. En dan zie ik jullie bij een volgende video, misschien bij de Minecraft video, misschien ARK video als jullie ook volgen. Maar ja, bekijk zeker ook mijn ARK video's, die zijn ook wel leuk. Als je ARK niet kent, is het misschien wel nu het moment om mijn video's te bekijken, om er mee in te geraken, om een kennis te maken met dat spel, want dat is eigenlijk ook een superleuk spel. Dat ik ook al heel lang speel, want ik heb al meer dan 1000 speluren in dat spel. Dus ik ken er wel redelijk wat van. Maar goed, bij deze gaan we dan afronden. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Tot dan, dag!